We zijn nu in het dok in Tilburg, nabij het dok in Breda en het dok in Rotterdam. Wij hebben psychologen in dienst, er werkt een arts en een psychiater en wij hebben maatschappelijk werkers. Van Breda weet ik dat ze nog meer outreachend werken. In Dordrecht zit ook maatschappelijk werk. Inhoudelijk doen we eigenlijk allemaal dezelfde taken. Ik vind het gewoon heel erg leuk om met verschillende mensen in contact te zijn en om ze zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ik kan al vertellen dat het een team is, dat het heel nauw samenwerkt, dat dat gedreven is, maar dat mensen ook vanuit hun enthousiasme mensen binden. Ik help de mensen met huisvesting, financiën of ik ga samen met de mensen mee naar instellingen als ze zelf niet durven of bang zijn voor de autoriteit van de instelling. Op het moment dat die mensen die post afgeven, dan zie je die opluchting al op die gezichten van hé, ik ben er tijdelijk even vanaf. En dat zijn wel mooie momenten om van daaruit verder te gaan, om mensen wel zover te krijgen dat ze het weer zelf kunnen oppakken. Op het moment dat het dan lukt om mensen mee te laten bewegen en mee te denken in een beetje out of the box denken ook, van het gaat helemaal niet meer lukken. En dat lukt toch iets, ja, dat geeft heel veel voldoening. Ik ben Mark Bouwers en ik help mensen met het oplossen van hun praktische problemen. Mijn naam is Gertie Bol en ik geef mensen graag een warm welkom.